Eigenlijk is het heel erg simpel. Stel je voor, je gaat even lekker ontbijten in het restaurant op de camping. En wat is er dan lekkerder als een lekkere cappuccino? Zo, een lekkere cappuccino. Shit, Italiaans. Cappuccino. Zet hem even in het Nederlands. Ah, cappuccino, hij staat erop. Gelukkig. En zo, eerst eens even een lekkere cappuccino opbrengen. Ja jongens, weer erom. Zweten als een... Was het ook alweer? Als een ezel zweet, dan gaat hij door, geloof ik, hè? Zeggen ze wel eens. Wat opmerking. Heeft hij er nooit van gehoord. Wie staat er naast mij? Hoi, ik ben Vincent Frenzen. Vincent, jij hebt een hele mooie Volkswagen Touran. 160 pk met 1400, met turbo en een mechanische compressor. Vincent, wat is er gebeurd? Het motorlampje ging branden. Dus ja, stoppen met rijden. Nou goed, je bent mooi rustig teruggereden naar de camping, gelukkig. Hij liep niet vreemd, hè, de auto? Nee. Moet je nagaan, hij liep niet vreemd. Ik heb de auto uitgelezen, er kwam een storing uit. Een storing met gebied van, op het gebied van turbolucht, turbodruk, druk te laag. Nou, uiteraard, de code kwam mij volledig onbekend voor. En even onder de motorkap gekeken. Zo, slakje water erbij, jongens, want kijk eens. Vincent heeft mij even een ijskoud drankje gegeven. Daarvoor mijn dank. Proost. Oh, heerlijk jongens, zalig. Het lijkt net bier. Nee. Goed, onder de motorruimte, ja, er viel mij gelijk één ding op, maar ik ga jullie eerst even een stukje uitleggen hoe, hoe deze motor werkt qua turbodruk. Wat is een turbo eigenlijk en wat zit hier nog meer op deze motor? Goed, turbocompressor zit hier, die, zeg maar, om het simpel te zeggen, die zorgt ervoor dat er extra lucht de motor ingaat. En aan de achterzijde bij deze auto is ook nog een mechanische compressor, een beetje een type Roos-compressor was dat eigenlijk in de jaren. Die wordt aangedreven door een klein riempje vanaf de waterpomp. En dat werkt hem al, zit erop. Maar goed, inlaatsysteem, te lage turbodruk. Ja, het viel mij vrij snel op wat er aan de hand is. Wat is er namelijk aan de hand? Ik mis hier een bout. Waardoor hier de buis los zit vanaf de turbo. En hij blaast de lucht er dus langs heen. Dus eigenlijk is het heel erg simpel. Maar het kan best zijn dat hij de eerste keer dat hij de melding gaf, dat hij misschien nog net vast had gezeten. Of niet helemaal. En dat hij nu dus door, want het zijn hobbelige wegen hier. Ja. Overal. Ja. Dus eigenlijk zo'n klein bootje, wat dus los zit, ja, maakt het, gaat een lampje van branden omdat hij net te weinig turbodruk heeft. En hij ligt er een beetje tegenaan te hobbelen hier. En dan blaast hij elke keer er een beetje lucht langs heen. En deze auto heeft geen luchtmassameter. Luchtmassameter, wat is dat nog weer dan, lieve mensen? Robert, leg uit. Desnoods betalen we bij. Nee, een luchtmassameter, dan meet je echt in het inlaattraject, aan het begin van het inlaattraject, hoeveel lucht zuigt die motor aan. Dat heeft deze niet. Wel een turbodruksensor, dus een druksensor, gasklepstand. Dus als die namelijk een luchtmassameter had gehad, dan ziet hij gelijk van, hey, de luchtmassa klopt niet, de aanzuiging. Ziet hij niet, dus hij geeft nu alleen een fout op de turbodruk. Eigenlijk best simpel, toch? Ik draai even de buis los. Ik wil even kijken of het rubberen ringetje wat ertussen zit niet beschadigd is. Als ik hem straks opdruk en hij gaat er scheef op. Ja, dan ben je weer net zo ver van huis. Dit zit wel grappig trouwens, dit buisje. Daar hebben ze een soort klem op gebouwd hier. Die eraf en die eraf. Kijk, hij zit los. We zitten hier nog vast, even de tang erbij. Fantastisch.
Daar is hij. Nou, ik zie het rubbertje hier zitten, helemaal intact. De andere kant is ook mooi intact, lekker vet. Het gaat helemaal goed komen. Dan zie je de turbo. Dus het hele blok is de turbo of alleen dat wat je ziet? Dit dingetje hier wat hieronder zit, ja, is de turbo. Wat je nou ziet, dan kijk je echt in een... zie je schoepen, zie je dat? Ja. Hoe ziet zo'n turbo er nou uit? Dat laat ik jullie even zien nu. Ik zoom even in, ik heb de buis er toch af. Dan kijk je in de turbo aan de kant dus waar de lucht eigenlijk uitkomt. Dan kun je mooi zien hier de turbo. Je ziet daar heel mooi de schoepjes zitten. En als Vincent er nou eens zou willen starten... dan zie je heel mooi dat hij heel mooi rustig draait. De lucht wat dus daaruit komt, moet eigenlijk daar naartoe. Ik voel hem nou blazen. En, maar hij doet het niet. Je mag hem wel uitzetten, Vincent. Je ziet dat hij altijd nog even nadraait. Zo mooi soepel draait zo'n turbo. De buis. Rubber. Kijk eens. Mooie... mooi groen rubber wat er binnenin zit. Mooi schoon. Andere kant goed schoonmaken. Ja, het stelt niet veel voor, maar dan kan hij er weer op. Zo, die er weer aan. Ja, monteren gebeurt in omgekeerde volgorde van het demonteren altijd. En dan moet je niks overhouden. Zo, die er weer op. En het zit weer. Nou, mag je hem één keer starten? Zal ik een keer een flinke gas door willen geven? Ja. Hartstikke mooi, zet hem maar uit hoor. Dat was hem, Vincent, wat vond je ervan? Super. Mooi hè, je kunt een mooie lekkere vakantie vieren. En lekker met een gerust aan mijn huis. Goed, ga ik weer verder. Ja, hey, super bedankt. Tot kijken, hè. Hoi, over 600 meter volgt de rechte rijstrook om links aan te houden bij de splitsing en de borden Livorno D80 te volgen. Wil je zelf een starthulp geven aan een andere auto? Monteer dan eerst de rode kabel en daarna de zwarte kabel. En tijdens het opladen moet je toch wachten. Kun je mooi even kijken naar onze video's en vergeet niet te abonneren.